Als ik achter de keyboard ben, ik moet echt achter een iMac zitten met een muziekprogramma zoals Logic Pro X. Want wat ik, als ik de keyboard aanraak, verzin ik ter plekke wat. Yo yo, welkom bij een nieuwe video, yay! Mijn kinderen zijn de video's, yay! Beautiful greetings, beautiful people. Een hele goede dag iedereen. Dus ja, ik ben in Alexandria en ik heb geshopt bij H&M. Als ik thuis ben, wil ik graag aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. En ja, op dit moment is er gewoon een lekkere sale in de H&M, ik denk overal, dus ik heb twee. Ik heb een broek voor 9 euro gekocht, het was daarvoor 30 euro, nu is die 9 euro. Nog een broek, die was ook ongeveer 30 euro, ook voor 9 euro gehaald. En een leuke, noem je dat? T-shirt blouse-achtig gehaald. Zo'n t-shirt blues of zo, hoe zou dat noemen joh? Zeg maar een blues, maar het is een t-shirt, snap je? Dus ja, als ik thuis ben, wil ik graag aan jullie laten zien. Als ik thuis ben, wil ik graag aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Dus blijf kijken. Yo, ik ben nog niet thuis. Wat een shopgekte vandaag. En wat een shopgekte, even serieus hè. Dus ik ging net naar The Punch. The Punch is een schoenenwinkel. En ze kopen ook shirts en ze kopen ook wat dressjes voor de dames. Wat voor schoenen verkopen ze? Ze verkopen daar Dr. Martens, Fred Perry volgens mij heet die, t-shirts, polo's. In ieder geval, ik zie ze al heel veel jaren en ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik ga Dr. Martens halen. Oh my lord. Dus nu, ja, de tweede shopping van vandaag. Hij zegt, Dr. Martens gaat jaren mee. En ik zeg je eerlijk, ik wil wel zo'n schoen dat jaren meegaat. Je filmt niet ook. Dus ja, in ieder geval, ik ga nu richting huis. Get me fam. Lekker shoppen op een maandag, dat kan gewoon. Want de winkel staat gewoon open. Ook in de ook op een maandag. Dus ja. De winkels zijn ook open op een maandag. Dus je kan ook gewoon shoppen in de maandag. Dat kan gewoon. In ieder geval, ik ga naar huis. En dan ga ik je laten zien. Mijn Dr. Martens aan jullie. En wat ik heb gehad bij de H&M. Blijf kijken. Oké, dus ja, ik ben nu thuis en ik heb weer geshopt vandaag. Ik moet wel shoppen. Want de zomer is nu echt aangebroken nu. De warme weertjes komen eraan. En wat heb ik gekocht bij H&M? Nou, laten we beginnen met de broeken. Ik ga het helaas niet pas aandoen voor de video, want deze weer is een beetje vermoeiend voor mij. Is deze broek. Mooi hè? Een hele mooie broek. Voor €29,99, afgeprijsd naar €12,99. Hé, dat is mooi toch? Kijk, perfecte broek voor de zomer. Deze kan ik straks aandoen als ik wil. Nou, dat is deze broek. En nu, de volgende is een soort pantalonachtige korte broek. Ik heb gezegd, hé, ik ga eens een keer different doen. Ik ga eens een keer anders doen. Ik film niet, dus. Voilà. Oh, is de bon. Dit is het dan. Een pantalonachtige korte broek. I like it. Ik draag te veel zwart, zegt mijn moeder, dus
Ik moet meer andere kleurtjes gaan dragen. Dus ik denk, deze kleur vind ik wel mooi. Deze ook. Deze voor €20,99 afgeprijsd naar €8,99. De sale is nu gaande bij H&M. Dus kijk je dit vandaag, op dit datum vandaag, dan moet je zeggen, die sale is nog steeds gaande in de H&M. En het laatste wat ik heb gehaald, voorlopig het laatste dan, is een t-shirt-achtige blouse. Kijk, deze is echt heel mooi. Dit is echt anders, ik bedoel, dit is zeg maar, tijgerprint. If you know, you know. Maar dan in het zwart-wit. En ik dacht bij mezelf, hé, dit is wel apart, weet je wel. Dus heb ik dit gekocht. Deze kostte maar €10,99. Ik bedoel, kijk, ik zeg eerlijk, kwaliteit is goed op zich voor die prijs. Dus ze zeggen dat altijd zo van, ja, echt goede kwaliteit voor die prijs. Weet je wel, dat is wat ze vaak zeggen, toch? En zo naar die man die dat vaak tegen mij zei. Ja, good quality for that price. Ja, dus this is also good quality for that price. €10,99. En deze ga ik wel aandoen voor deze video. En voilà! Staat me nice, hè? Het is gewoon iets anders, weet je wel. Tijgerprint in het zwart en wit. Different, anders. Oké, dames en heren, en dan het laatste wat ik heb gehaald. Wat ik voor het laatst heb gehaald is, je weet het al. Ik heb het gehaald bij Punch. Deze sticker is me opgevallen, staat hier zo Stay Punk. Dus ik ben over Show Punk dus. Kijk, dus als je de Punch niet kent. Is een winkel in Eendrachtsplein. Zeg maar, als je dan richting de Nieuw Binnenweg, als je daar dan zeg maar naar binnen gaat lopen, dan moet je aan de rechter straat zijn. En dan loop je daar een stukje door en je ziet daar ook een viswinkel aan de hoek. Dus ja, dan loop je een beetje door en dan zie je Punch. En dan zie je waarschijnlijk zo'n reclamebord met hun schoenen. In ieder geval, ja, dus wat ik heb gezegd, wat heb ik gehaald? Dr. Martens. Ja, Dr. Martens. Ja, dit zijn ze dan. Dr. Martens, dames en heren. Nu is er een... kijk, deze zijn echt saai. Deze zijn echt nice, man. Ik zeg heerlijk. En ik heb ook... dit als cadeau gekregen. Dit is Wonderbalsam. Dus dan haal je dit zo eruit. Je haalt dit eruit. Zo. Je haalt dit eruit. Zo. En dan zit hier een balsam in. Dat doe je zo erin zo. En dan smeer je dat in één keer per maand. Je beide schoenen zo. Zo smeren overal. Want dan gaan ze glimmen en ja, je verzorgt ze in ieder geval. Dat is het doel van deze Wonderbalsam. Speciaal van Dr. Martens. Als deze man naar me kijkt, bedankt voor deze cadeautje. Oké, ja, dus ja, waarom heb ik Dr. Martens gehaald? Ik zeg je eerlijk, al jaren kijk ik naar Dr. Martens. En ik ken Dr. Martens al jaren en ik dacht bij mezelf van toen ik opeens deze plaatje zag. Dus ik liep daar in de straat en ik keek opeens, ik zag opeens die reclamebord met zo'n Dr. Martens schoen foto. En automatically ging ik naar die winkel binnen en ik vroeg me opeens, voordat ik die winkel binnenliep dacht bij mezelf, ik vraag me eens af. Hoe zit Dr. Martens, weet je wel? Ik ken ze al heel lang, maar... ja, in ieder geval, dus ik ga een gegeven moment daar naartoe. En ik vroeg even, hey, mag ik weten hoe Dr. Martens zitten? En ik ging ze passen.
Ik ging ze passen. En toen besefte ik van, hey, ze zitten wel lekker eigenlijk. En die man zegt, deze schoenen gaan jaren mee. Alleen, één zoals je moet doen, één keer per maand. Maar één keer per maand is het insmeren met deze balsem. Je smeert het in zo, met deze balsem. Ik heb je net laten zien hoe. Ik laat je gelijk zien hoe ik het ga doen. Want ik zeg je eerlijk, hè, als Stefan, jij gaat Dr. Martens halen, maakt niet uit waar. En ze vragen aan jou, wil je het in het pas? Of wil je het gelijk, of wil je dat ik het terug in de doos zet? Dan, ik zeg je eerlijk, ik ga zo meteen inzoomen. Maar zie je die strepen? Dit is het harde bewijs. Zie je die strepen? Dit is het harde bewijs. Dat je het echt, dat je zegt, doe maar terug in de doos. Snap je? Want er zitten nu strepen op, joh. Aan deze stukje. Niet normaal. Oh, de camera gaat niet. Er zitten strepen hier, joh. Het is moeilijk te zien, hè. Maar als je zo kijkt, dan zie je echt die strepen, man. En dat is net gebeurd onderweg. Oké, dames en heren. Ik heb het al te vaak gezegd. Oké, dus deze sponsje. Doe je dan zo daarin. Zo. Kijk, ze zitten nu hierop. Ik ga vooral hier insmeren. Vooral in dit. Dus, oh. Eerlijk. Veel van jullie mensen denken, oh joh, mijn schoenen zijn vies, ik moet ze schoonmaken. Ik heb geen zin. Oh, ik zeg je eerlijk, die gedachte heb ik al sinds vroeger al met schoenen. Dan denk ik bij mezelf. Ik heb Ronaldinho schoenen gehad. Zeg maar die Ronaldinho schoen samenwerking met Nike. Ja, die schoen heb ik gehad. Helaas zijn ze helemaal kapot gebruikt tijdens het voetballen op straat. En ja. Oh, de... In ieder geval. Het ziet er goed uit als je ze. Het ziet er nu al goed, beter uit dan daarvoor. En nu de volgende schoen. Dus officieel ben ik punk. Er staat hier op die tas T punk, dus ik ben punk. Ja, maar ik zeg eerlijk, veel muzikanten dragen volgens mij Dr. Martens hoor. Niet alleen punks, maar ook muzikanten hoor. Ik ben een muzikant. Oké. Ik zeg je eerlijk, verstandig om dit te kopen. Deze Airway Dr. Martens Wonder Balsam. Want ja, ik weet zeker dat veel mensen lui zijn. Als het gaat om schoenen verzorgen. Maar ja. Het is een kwestie van wennen. Je moet gewoon beginnen. En dan komt het op zich wel goed. Dan ga je geen moment denken. Oh, ja, maar dat is zo moeilijk. En je gaat er misschien van houden ook. Om je schoenen schoon te houden. Te verzorgen. Even kijken. Hier. Ja, dus deze formule, deze Wonder Balsam, houdt de leer zacht en SUPPLE, sappel, ik weet niet hoe je dat woord moet uitzien, ik ga zo meteen even googlen, google het ook maar. SUPPLE en dan druk je op het speaker ecootje en dan kan je horen hoe je dat moet uitspreken toch en wat de vertaling is in Nederlands. Maar wat ik weet is dat deze Wonder Balsam van Dr. Martens zorgt ervoor dat je schoenen lekker soft blijft. Oké. Ja, dames en heren, dus dit zijn mijn Dr. Martens. Ik heb gehoord, Dr. Martens kunnen jarenlang meegaan. Dus ja, en dat is op zich wat ik zoek. Een schoen dat lang meegaat. Alright, dames en heren, ik heb te lang gepraat. Hè. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ik zie je bij mijn volgende video en een fijne dag verder. En voor de mensen die nieuw zijn, vergeet niet
te abonneren op mijn YouTube channel. Snap je? Dat helpt mij echt. Echt waar, dankjewel. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ja, een fijne dag verder nog was. Yes, ciao. Doei. En als bonus laat ik jullie zien mijn outfit van today. Helemaal fresh, top tot teen. Ja, je weet hoe die dingen gaan. H&M, Dr. Martens dingen.